De provincie Overijssel wil duurzame projecten stimuleren in onze mooie provincie. En dat doen zij via het Energiefonds Overijssel. Groen gas aan het tanken. Ja, dat klopt. Goed bezig, hè? Ja. Weet je hoe het werkt? Nee. Ik ook niet. Chauffeur. Wat zeg? Het is nog een beetje nieuw. Ik krijg hem er niet uit. Hij op de stopknop. Ja, heb ik gedaan. Ja. Kijk, stop. Nou, stop. Nou, dan moet je in principe. Ja, maar dat doe ik. Ja. Ah. Zo werkt dat. En dan moet je er nog uit krijgen. Gelukt. Kijk. Voor het eerst groen gas getankt? Ja, voor het eerst. Klopt. Dat is de bedoeling, hè? Dat we er meer gaan doen schijnbaar. Ja, meer duurzaam tanken. Het Energiefonds. Ja. Leg uit, waarom? Het Energiefonds is voor ons als provincie het instrument om duurzaamheid te promoten. En ook ervoor te zorgen dat er duurzame projecten, duurzame ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Dus we participeren, we geven leningen uit aan bedrijven, aan woningbouwcorporaties. Om de wat grotere projecten ook mogelijk te maken. Kijk, ook aan het tanken. Ja, en mooi initiatief dit. Ja, dat is een prachtig initiatief. Het is nou echt een mooi voorbeeld van het Energiefonds Overijssel. Waarbij je ziet dat eigenlijk uit afval nieuwe energie wordt gemaakt. En je ziet, daar kan ik gewoon met mijn auto op rijden. En dat is toch prachtig. Orange Gas. Orange Gas, dat is de partij die deze tankstations exploiteert. Althans de biogasinstallaties. En die hebben dan jullie hulp nodig? Ja, die hadden wel goede ideeën, maar kwamen toch niet verder omdat ze het financieel niet rond kregen. En toen hebben wij samen met hun zijn we in staat geweest om het wel van de grond te krijgen. Ja. En we hebben straks 10 van deze prachtige stations in de provincie, waarbij je biogas kunt tanken en dus met lokaal geproduceerde energie eigenlijk prachtig rond kan rijden. En dat is een typisch voorbeeld van wat we willen met fonds. Oké, en tot hoe lang loopt het? Het is revolverend, dat betekent dat het geld ook weer terugkomt. Dus het zijn leningen en mensen betalen die lening terug. Dus dan krijgen we weer geld en dan kunnen we nieuwe projecten doen. Dus het is in principe eeuwigdurend. Ja, oké. Okay. Dus iedereen met een goed idee kan eigenlijk bij jullie aankloppen? Ja, bedrijven, woningcorporaties of mensen die projecten hebben. Ze hebben de wat grotere projecten die kunnen aankloppen bij de provincie. En dan kunnen wij kijken of wij samen dingen kunnen realiseren. Wat voor projecten zijn er door jullie gerealiseerd? Nou, en Pyro, dat is een hele grote installatie hier waar ze pyrolyseolie maken. En dat is weer goed voor de energievoorziening van Friesland Campina. Prachtig initiatief. Woningbouwcoöperaties die met geld van energiefonds 15.000 woningen ondertussen al hebben geïsoleerd. En daarmee een enorme besparing hebben gerealiseerd. En natuurlijk LED-verlichting. Helemaal de trend van deze tijd. Gaan we met Mark bij Kart Plaza kijken hoe ze daar de hele energie en de lichtvoorziening hebben geregeld met LED. Kart Plaza. Dat is allemaal gefinancierd voor ons. Dat is Nijverdal, hè? Dat is Nijverdal. Ga ik er zo even kijken? Dan moet je daarheen. Iedereen kan in ieder geval bij jullie terecht als ze goede ideeën hebben. Alle ondernemers met goede plannen die leiden tot energieopwekking of energiebesparing, die kunnen terecht bij het Energiefonds Overijssel. Dankjewel. Volgens mij is hij lang vol. Ja, dat was alleen maar voor jou, joh. Dus hij zat lang vol. Nee, ga karten. Ja. Oh, eentje nog. Nou ja, een van de bedrijven die ook komt verduurzamen via het Energiefonds, dat is Kart Plaza. Maar ik sta hier te bowlen, want jullie doen heel wat meer dan karten. Ja, dat kun je wel zien. Dat is dus het bowlingcentrum wat we hebben, hè, met deze mooie lichtshow en daar. En we hebben natuurlijk een lasergame en dan hebben we nog de kartbaan en wat buiten gebeuren. Maar vooral kartenbowlen, lasergame is het mooie binnengebeuren bij ons. Ja. En alles nu met LED? Alles is nu met LED, ja. Is dat hem, ja? Is dat hem? Yes! Jongen. Maar de hoofdmoot is wel bij het karten? Hoofdmoot is bij het karten, ja. Zo, dat is mooi man. Ja, lekker hè? Haha, waar waren we hier ook weer voor? Ja, LED. Ja, LED verlicht. Alles LED? Alles is LED, ja. En hoeveel bespaart dat? Ja, 1.000 of 2.000, 3.000 per jaar. Ja, en nou is het Energiefonds erbij betrokken. Hoe ja, die financiert ervoor. En de eerste 5 jaar betaal je dat af middels de besparing. Ja. En daarna dan is het gewoon kassa. Dan hou je het lekker in de zak. Je eigen besparing. Ja, dan hou je het lekker in de zak. Oké, zo simpel is het. Dus je hoeft niet iets te betalen? Nee, je hoeft niks te betalen. Weet je hoor. Alleen er valt me één ding op, hè. Kunnen deze dingen niet elektrisch zijn? Ja, maar wij doen dat propaangas, hè.
En dat is? Is ook al besparen. Ach je, dus en minder reuk. Dus, daar zijn je al over nagedacht. Dus je wou nog wel een rondje. Wat is jouw snelste ronde? 46. 46? Oké. Okay. Nou, maak de bos maar nat dan. Ah, jongen, jongen. Nou, het zal de snelste tijd niet zijn, maar mooi dat ze hier zo besparen.